Op het moment dat je nu naar de store gaat in Brawl Stars, dan kom je een nieuwe legendarische skin tegen. Dus dan gaan we dat natuurlijk eventjes doen. Hier deze Schrikridder Drago. Super vette skin. Kost wel 300 edelstenen of 299 om precies te zijn. Echt heel erg vet. Maar wat het leuke is, is dat je daarna allemaal starterops kan krijgen. En aan het eind hier ook nog een legendarische starterop kan krijgen. In totaal 17 gewone. Dus dat is al veel. En dan trouwens ook nog 7000 coins die we erbij krijgen. Wou ik zeggen, dat is niet het geval. We kunnen die dan kopen. Maar die laatste 49 edelstenen voor 5000 coins is wel echt een bizar goede deal. Maar ja, dan moet je natuurlijk eerst die skin kopen en dan wordt het allemaal wel wat duurder. Maar we gaan gewoon alles kopen. Ik ga met deze nieuwe Drago skin spelen en ineens kijken of we iedereen kunnen slopen. Maar voordat we dat gaan doen, doe natuurlijk allemaal even dat duimpje omhoog. Zouden we de 3000 likes kunnen halen? Zou heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's en jullie weten het. Maar als jij zelf ook iets koopt in Brawl Stars, gebruik natuurlijk die code BOUS. 5% van je aankoopbedrag gaat dan naar mij. Het kost jou niks extra's en op die manier kan ik natuurlijk gewoon lekker video's voor jullie blijven maken. Die natuurlijk niks kosten om te kijken. Maar ik ga deze Drago skin kopen. Ik vind deze wel echt heel erg vet hoor. Misschien wel een van de vetste legendarische skins op dit moment in de game. We kunnen zo meteen wel even een paar legendarische skins erbij pakken. Maar ik vind deze wel echt vet. Met die paard die eronder zit. Ja, echt heel erg bruut. We krijgen natuurlijk heel veel reacties erbij. We krijgen een spray bij. We krijgen een spelerspictogram erbij. Dat krijg je automatisch op het moment dat je een legendarische skin koopt. Dus dat is op zich wel nice. Oh ja, trouwens, ik zal ook meteen even deze twee stardrops erbij gaan openen. Eens kijken wat we hieruit kunnen krijgen. En trouwens, voor de volgende aanbiedingen moet ik in de top 3 komen. Dus als ik de volgende edelstenen aanbieding wil kopen, en dan krijg ik die starterops er gratis natuurlijk bij, moet ik een keer in de top 3 komen met Drago. Dus we moeten eerst eventjes gaan spelen. Maar ik zal eventjes de legendarische skins erbij gaan pakken. Wat is nou een hele vette legendarische skin? Ik vind die cartoon Spike vind ik gewoon vet hoe die eruit ziet. Gewoon, het is gewoon echt een 2D skin in een 3D game. Ziet er gewoon grappig uit. Maar echt super, super mooi niet. Het is gewoon heel origineel. En dat maakt die skin leuk. Ik vind die mega skins allemaal wel super bruut om eerlijk te zijn. Maakt eigenlijk niet uit welke. Ik vind ze allemaal vet. Ook die Edgar. Ja, ze zijn allemaal nice. Oh, Colt die heeft natuurlijk ook nog zo'n mega skin. Maar ja, die draken of schrikridder Drago. Ik vind deze wel echt bruut. Misschien een van mijn nieuwe favoriete skins in de game. Ik moet trouwens nog één legendarische erbij hebben. Oh, Virus Charlie. Die moet ik nog kopen. Misschien een leuk idee voor een keer een volgende video. Maar laten we nu maar eventjes met Drago gaan spelen. En dan gaan we iedereen eventjes slopen. Ja, top 3 telt dus als overwinning. En dan kunnen we dus de volgende aanbieding gaan kopen. En krijgen we nog allemaal starterops erbij. Vooral die laatste is nice. Dan krijg je 10 starterops met dan gegarandeerd nog een legendarische erbij. Dus ik ben benieuwd wat we daaruit gaan krijgen. Gaat sowieso nice worden. Maar laten we eerst maar even zorgen dat wij een paar krachtpunten gaan verzamelen. Want dat is op zich wel belangrijk om natuurlijk iedereen te kunnen killen. Hier eventjes wat pakken. Even kijken. Oeh, kan ik hier wat hits doen? Nee, dat gaat net niet lukken. Is het handig voor mij om daar naartoe te gaan naar het midden? Ja, er zitten allemaal anderen natuurlijk ook op te wachten. En kan ik hem nu hebben? Ik kan even mijn super aanzetten. Oeh, dat was zonde. Die heb ik nu verspild. Oké, dat is jammer. Oké, maar ik geef natuurlijk niet op. We gaan gewoon doorstrijden. Top 3 is voor mij voldoende. Dus ik kan natuurlijk altijd even kijken of ik dat kan halen. Ik wil even kijken of we hier wat hits kunnen doen. Ik wil gewoon even mijn super halen. En ik ga niet teamen. Nee, teamen heb ik geen zin in. Jullie moeten gewoon een duel met mij aangaan. Ja, sowieso dat ik nu vijanden heb gemaakt. 100%. En oké, die burst die gaat hier nu heen. En die gaat nog bijna dood ook nog. Oké, zou ik hem nog kunnen hebben? Oh, net niet. Oké, ik kan hem even gaan pushen. Ja, dan wordt hij daar gekild, denk ik. Oh, er zijn twee bussen bijna dood. En kom ik daar tussendoor? Ah, nee. Laat maar. Maar we zitten in de top 6. Dus we komen in de top 3 in de buurt. Dus dat is wel lekker. Oeh, hier lag een mijn. Daar kwam ik nog net onderuit. Dus dat is wel chill. En volgens mij zat hier links ook nog een bus, als ik het net eventjes zag. Ja, oh, dat was geen bus. Dat is een Cordelius. Ja, die zit daar dus wel. Ja, dus dat is wel even handig om te onthouden. Ik wil eigenlijk mijn super krijgen. Dan ben ik gewoon net wat sterker. En die Cordelius, die kan natuurlijk onzichtbaar worden. Oh, die kunnen we misschien nu ook hebben. En hier eventjes uitkijken. Ja, die Cordelius die werd nu onzichtbaar. Dus ik denk nu dat hij aan de andere kant zit. Ik blijf eventjes hier. Ja, hij is daar. Hij is hier. En kan ik hem hebben? Kan ik hem hebben? Dat zie! Haha!
Lekker hoor. Oké, dat is lekker. We zitten trouwens in de top 3, dus dat is helemaal lekker. Ik zal trouwens weer even mijn super neerzetten. En dan gaan we eerst richting die bus. Want die deed al de hele tijd irritant. Dus die wil ik eerst hebben. En dan gaan we nu naar die boom. En dan ga ik hem pakken. Toch niet, toch niet. Oh, ik wou mijn gadget nog aanzetten. Maar ik stond even vast door die mijnen. Dus dat kon niet. Maar wel nice. We hebben de top 2 gehaald. En dat betekent dat we natuurlijk die aanbieding mogen kopen. Nog even de starter op erbij. Dus dat is lekker. Maar dat betekent dat we hier 2000 coins kunnen gaan kopen. Zometeen heb je dus voor dezelfde aantal edelstenen 3000 coins meer. Dat is wel echt een bizar verschil. Maar er zijn 5 gratis starters erbij. Dan kunnen we eventjes kijken wat we hieruit kunnen krijgen. Mythisch. Daar kan wat goeds in zitten. 200 credits. Ik vind het helemaal mooi. Want ik wil natuurlijk ooit weer een keertje een room level omhoog gaan. Ja, dat duurt nog heel lang. Maar hey, dan zijn credits altijd handig om te krijgen. We krijgen nog een spray voor Mac. Ook leek me leuk meegenomen. Nog wat bling erbij. Ik heb echt gigantisch veel bling. Dus binnenkort moet ik maar eens mijn bling gaan opmaken. Ik heb 30.000 bling. Dat is echt insane veel. Maar laten we maar doorgaan. Volgend potje. Eens kijken of we weer in de top 3 kunnen komen. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn voor de video. Gewoon 2 potjes spelen. 2 keer in de top 3. En dan meteen alle aanbiedingen kunnen kopen. Ja, dat zou nice zijn. Ik heb trouwens wel onbeperkt aantal kansen. Dus mocht ik nu niet in de top 3 komen. Maar gewoon net zo lang doorspelen. Totdat ik wel een keertje in de top 3 ga komen. Want ik wil natuurlijk wel die coin aanbieding kopen in deze video. Moet hier even een beetje uitkijken. Zijn er nog ergens krachtpunten die ik kan openen? Even hier. Nu kan ik hier hits doen. Waarom gebeurt dit nu mij? Nee, oké, shit. Dat was wel weer jammer. Ja, daar kon ik niet zo... Ja, kon ik misschien wat aan doen. Moest ik weglopen. Ik ging nu midden in de aanval. We gaan nu even een potje opnieuw spelen. We zijn ondertussen bezig met het volgende potje. Ik heb niet zoveel krachtpunten, dus dat is wel een klein beetje balen. Ja, en de superlader gaat ook niet zo heel goed nog. Dus dat is ook een beetje balen. Ja, ik kan op zoek gaan naar meer krachtpunten. Maar het risico dat ik dan tegen iemand aanloop is dan ook wel weer groot. Ik zag daar iemand in de bosjes hier zo. Ik heb eigenlijk geen idee welke knokker dat was. En dat was een kit. Nou, dankjewel kit. Dan heb ik in ieder geval weer wat damage gedaan. Dus dat is wel fijn. En gaat die kit nu dood? Oeh, die ging daar bijna dood. In het midden zit trouwens nog een Fang. Ik zag dat hier ook nog een knokker zat. Oh, hier zit een Lola. Dus misschien dat we daar iets op kunnen doen qua damage. Ik moet gewoon 1 hit doen, dan heb ik in ieder geval mijn super. Dat zal vast lekker zijn. Ja, dat zou zeker lekker zijn. En kan ik hem nu hebben, die Lola? En kan ik hem hebben? Hansi! Haha, dat is fijn. Oké, we zitten ondertussen in de top 5. Dus dat is lekker. En die Leon, waar is die heen gegaan? Ik denk dat hij in dat bosje hier zit. Oh nee, hij is daar gewoon nog. Lol, dat was eventjes een verrassing. Ik dacht echt dat hij naar dat bosje was gelopen. Hier zal dan niemand zitten. Daar is een kit. Ik kan natuurlijk proberen het duel daarmee aan te gaan. Ik zal mijn super aanzetten en dan gaan we gewoon daarheen. Oh, hier is die Leon. Even kijken of we die Leon kunnen hebben. Dat zou mooi zijn. En ja, Hatsi! Top 4 is gehaald. Oké, trouwens echt super vet hoe dat eruit ziet op het moment dat je je super inzet. Ah, nee. Ik kan nog even hits doen en dan mijn gadget aanzetten. En dan hopen dat ik het nog ga overleven voor de vierde. No! Dat telt wel als overwinning, maar niet voor de challenge. Oh, ik ging best lekker deze game. Maar ja, net niet gehaald. Oké, hier is een Fang. Die kan ik hebben. Dankjewel, Fang. Ja, ik stond hier een beetje te campen. Dus ik dacht, nou, dan kan ik die wel mooi eventjes pakken. We zitten trouwens alweer in de top 4. Dus dat is lekker. Ik zie hier krachtpunten liggen. Kan ik die pakken? Oh, dat zijn er gewoon 3. Oeh, dat is lekker hoor. Want dan heb ik in 1 keer 5 krachtpunten. Ja, dan heb ik in 1 keer 1 van de meeste krachtpunten van deze game. En wat ook heel lekker is wat ik nu zie, is dat we in de top 3 zitten. Dus ik heb het al gehaald. Zal ik het gewoon proberen het duel aan te gaan? Ja, met de bus is dat wel een beetje gevaarlijk. Kan ik misschien beter eerst wachten totdat hun met z'n tweeën het duel aangaan. Dat zou eigenlijk nog beter zijn. Dus als jullie daar met elkaar gaan vechten, dan kan ik er met de overwinning vandoor. Haha, lekker hoor. Oké, mooi. Ja, die bus die dacht ik geef het op. Die had ook nooit meer gewonnen vanaf daar. Maar dat is mooi. Dan hebben we dit potje in ieder geval gewonnen. Dus dat betekent dat we mooi wat plustrofeeën hebben. Maar dat we vervolgens ook de hele aanbieding mogen kopen. Met nog 5000 coins erbij. 49 edelstenen. Dat is wel echt een gigantische deal. Ja, dat is echt een van de beste coin aanbiedingen die je ooit gaat krijgen. Maar ja, daarvoor telt natuurlijk wel dat je de aanbieding
aflevering die hiervoor staan allemaal ook moet kopen. Dus ja, of het dan nog zo'n goede deal is, weet ik niet zo. Maar laten we maar de 10 startups gaan openen. Dan hoop ik dat we nog wat credits kunnen krijgen. Dat zou leuk zijn. Of misschien een gadget of sterrenkracht van een nieuwe knokker. Want ik koop wel altijd van nieuwe knokkers altijd 1 gadget en 1 sterrenkracht. Met de hoop dat ik die andere dan een keertje krijg uit de startup. Want daar bespaar ik dan gewoon weer wat coins mee. Wat natuurlijk altijd lekker is meegenomen. Maar mythische startup, wat gaan we krijgen? En we krijgen de gadget van de nieuwe knokker, namelijk Kenji. Precies toen ik het erover had, we krijgen het ook nog gewoon. Kenji geneest direct 50% van de schade die hij de afgelopen 3 seconden heeft opgelopen. Oké, dus dat is op zich wel een goede gadget. Wel leuk dat we die dan er even bij krijgen. Eigenlijk gewoon weer 1000 coins bespaard door deze gadget eventjes op deze manier vrij te spelen. Oeh, nog een mythische. En we krijgen nog een gadget van Mo. Nou, 2000 coins bespaard. Dit was wel een goede aanbieding, man. 10 sterrenkrachten. Starrops. Geen sterrenkrachten, starrops. En dan krijg je gewoon 2 gadgets uit. Maar dan hebben we ook nog een legendarische starrop. Dan ben ik benieuwd wat we hieruit kunnen krijgen. Misschien gewoon 1000 credits of zo. Dat zou wel nice zijn. Ja. Ben ik benieuwd? Nee, het is een sterrenkracht van Kenji. Lol. Dan heb ik 2 gadgets en een sterrenkracht van Kenji gekregen uit de laatste 2 aanbiedingen. Met 10 starterops en een legendarische starterop. Dat is best wel nice. De zwaartaanval van Kenji Super heeft een 30% groter bereik. Dus je doet gewoon een veel groter... je hebt een veel groter bereik met je super die je inzet. Wel ziek nice. Wat een mazzel. Ja, ik vind het helemaal mooi. Maar ook die skin, ik vind het helemaal vet. Maar ik laat het erbij voor deze video. Als je hebt genoten, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken hem uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doe hè!